Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jut werkt vanuit het café met een bijzondere gast. Hij is drummer, maar had het jaren met zijn partner Leslie een nieuw muziekcafé hier in Snits. Die combinatie liet mij wel eens aardig om eens even met mijn gast terug te praten en natuurlijk hoe zijn muzikale vakkeuren. Henk Haarsenberg, mooi dat je best. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Ja, best wel. Dronk? Ja, weinig slaap. Heel veel regelen, door de week ook nog gewoon werk in mijn andere baan. Daar hoop ik dan eind dit jaar wel met kennis stoppen. Wat dorst? Dus, de veiligheidskundige, arbo-adviseur. Dus dan werk je op projecten, management en adviseren over hoe ze met omgaan met de arbo-regeltjes. En mensen, hoe ze werken met het. Dat klinkt vrij theoretisch. Hoor. Ja, dat is het ook. Ik ben ook een beetje, daar ben ik, ja, ben ik een beetje ingerold. Dat is ook helemaal mijn ding niet. Want je moet allemaal aan regels houden waar ik zelf denk van, ja, het zal wel. Sterker, je mag de regels uitlezen. Ja, sterker nog, dan moet je beleid maken voor het project. Hoe lang doe je dat al? Dat doe ik nou gedwongen vanaf 2017. Gedwongen? Ja, dat is wat een triest verhaal. Mijn vrouw overleed in 2017 aan kanker. En ik had krekken een opleiding audio-engineer producer deed. Ik was bezig om een eigen studio met oefenruimtes te creëren. We waren op zoek naar een pand. Ja, toen kreeg ze kanker. Dus ja, dan moet je wat. Noodgedwongen dus. Ja, je kan zeggen van ik ga met mijn voetjes op de grond leggen, trappelen, ik ga in de goot leggen en het kan me helemaal niks meer schelen. Of je kan zeggen van pak die boel bij elkaar en zorg dat je overleeft. Want dat is het eigenlijk precies. Ja, en toen koos je eigenlijk net terug met die plan. Nee, dat ging in één grote prop de prullenbak in. En toen moest ik weer aan het werk. Nou ja, dat diploma had ik nog. Ik denk, nou, het verdient wel goed. Vooruit doen we dat. Maar ja, ik denk dat voor de Sambaan, dus dat is behoorlijk studie ervan, maar van al die regels of net. Ja, nou ja, ik heb. Dat mag gewoon niet bijst even voor de baan, hè? Ja, dat, nou ja, ja. Voelt daar? Dat voelt eigenlijk wat daar. Het is een opleiding van 9 maanden. En, nou. Het grootste crime was die scriptie. En nou ja, goed, daar ben ik doorheen rolt. Ook toevallig omdat Jonanda deed dat vroeger al en die kreeg het heel erg druk. Ik zei, nou ga ik die opleiding ook wel doen, dan help ik je wel. Weet je wel. Maar ja, dat werkt ook niet, want je komt er nooit op hetzelfde project terecht. Dus ja, nou, zij zit aan het derde project, ik zit derde project, samen met elkaar nog minder. Ik zei, nou, dit is het ook niet. Nou, zei ze ook van, dan blijf je toch lekker thuis. Ga ze gewoon lekker doen wat hij hart ingeeft. Toen ben ik die muziekopleiding aan doen. En toen zou ik dus inderdaad een studio beginnen met oefenruimte. Het is allemaal laagdrempelig, dat iedereen gewoon 24 uur per dag, weet je wel, die wazige dromen die je dan hebben. Ja, wel een lekkere droom, toch? Ja, die idealistische dingetjes allemaal. Ja, ik ben wel een idealist. Ook wel een realist, en dat biedt elkaar wel eens. Maar nou, ja, daarom ben ik dus al in die baan gerold, en dat doe ik nou nog steeds. En toen kwam het tragische wonder dat we deze kaas kregen. Ook door een tragiek gebeuren, omdat er een keer de jong de uitbater van een leidsint overleed. Een jaar na zijn vrouw. Dus, en deze roemte kwam vrij? Ja. En dus, nou, moet ik zeggen dat Billy Rain, die had ons ook wel verschrikkelijk geholpen. Die was natuurlijk ook blij dat pand, niemand ziet er wat in. En wij hadden ook iets van, ja, dit wordt een muziekcafé. Het had de ruimte, het had het podium. Dus dat de BM instapt. Ja, waar is wij al een keer? Want je doet nog meer dan Messi Twan, hoe zit het eigenlijk? Ja, nou ja, we hebben René Veenstra, dat is onze geluidstechnicus. En de hele PA gebeuren en alles, randapparatuur, alles wat erbij hoort, dat is ook van hem. Dus dat huur ik eigenlijk van hem elke keer dat we een band hebben. En nou ja, maar dat is ook een hele grote vriend van Rinke. Die loopt al 32 jaar in die legend rond. Het is een verschrikkelijke technische, handige kerel. Alles wat er draait en doet, hij weet alles. Van elk draadje waar het leidt en hoe het werkt. Dus dat is natuurlijk een heel groot pluspunt. Dat je ergens beginnen waarvan je geen idee hebt wat het allemaal is.
Dus ja, nou, Jantine die had altijd al de droom van ik wil graag in een horeca werken, een eigen barretje of zo. Wat deed die nou je voor dan? Jantine die is ooit begonnen in een snackbar in Joure. Nou, dat is wel een beetje horeca, maar dat is heel wat anders. Ja, heel wat anders. Ja, ze had ook een klein cateringbedrijf gehad, niet zo lang. Maar nou ja, op een gegeven moment had ze de stap gemaakt, is de maatschappelijke zorg gaan. En dat deed ze tot nu toe nog steeds. Begeleid wonen en dat soort dingen, weet je wel. Persoonlijke begeleider van mensen die dit wat moeilijker hebben dan wij, zeg maar. En, nou, daar is ze nou van de week, heeft ze daar haar laatste dienst draait. Dus die is nou stop met werken. En het hele horeca gebeuren, wat het Rockcafé. En zaterdag gaat de pub open, met kleine brune cafeetjes ervoor. En dat regelt zij allemaal. En fulltime kroegbaas. Fulltime kroegbaas. Het heel hard. Ja, en ik mag lekker hobbyen. En uiteindelijk wil je hem er beide dus fulltime ombrengen. Ja, ja, ik hoop dat ik ergens rond augustus of zo, dat ik ook kan stoppen met mijn andere baan. En dat we gewoon fulltime die twee tentjes draaien. Ja. En een succes bouwen van een muziekcafé. Wat gewoon een gat in de markt is. Omdat het vroeger heel veel was het er. En opeens was het er niet meer. Nee. Met de opkomst van DJ's en ja, het house gebeuren. In de laatste klap weer natuurlijk corona. Ja. Nou ja, daar heb ik zelf niet zoveel last van gehad. Want die grote projecten zijn too big, too fail. Dus die gingen altijd wel door. Dus daar heb ik niet zoveel last van gehad. Maar ik denk dat de horeca daar een behoorlijke dreun van het had. Ja. En voor de live muziek denk ik helemaal. Hè? Want de kroegbazen winnen hun marges kwijt. Ja. Ja, dan geef je geen band duur betaling. Om het zo maar simpel te zeggen. Nee, ze waren al lang blij dat ze een keer 5 minuten open mochten om een biertje te verkopen. Ja, en dan doe je een cassettebandje. Ja, precies. Ja, ze willen streamen dan, maar zo werkt het toch? Zo werkt het wel. Dat vind ik trouwens wel heel mooi om te zien. Dat mensen dan ook weer in al die ellende weer mogelijkheden zien. Hartstikke op een gegeven moment allemaal van die van die streaming-uitzendingen, bandjes die allemaal dingen gingen opnemen. Thuis. Allemaal een eigen cameraatje op een snuffert en lekker spelen. En dat allemaal een beetje in elkaar mixen. En dan hadden ze ook weer hele leuke dingen. Het is natuurlijk een substituut voor live muziek. Maar ik vind het altijd wel knap dat mensen dat kennen. Dat ze dat verzinnen en dat ook gewoon doen. Weet je wel. Dan denk ik, hoe dan? Ja, vind ik mooi. Of toch een muziek, Haag? Hoe lang bist u al muzikant, drummer? Ah, vanaf mijn 15e. 15e? Nou, ja, nou, ik ben nu 56. Dus, ha, mooi leeftijd. Reken maar uit. Reken maar uit. Ja. We hebben ook met mij. Maar een drumstel van een oor of kreeg ze in? Nee, het begon bij Advendo Snake. Drummersje overvaren. Daar ben ik begonnen op mijn 15e. En, ja. Het korpsleven? Het korpsleven, ja. Het verenigingsleven, het korpsleven. Daar heb ik trouwens heel veel van geleerd, hoor. Vooral Fakkeldam en Jan de Brede. Dat waren toen Sjoerd Westra, die komt uit Leeuwarden, die zat hier ook bij Pasveer, slagwerkinstructeur. Ook al een aantal jaren geleden overleden. Ja, dat was het begin, daar leidt ook meer roots. Maar ik was wel een rocker. Een rocker in het korpsleven. Ik was ook wel een rebeltje en het had 8 jaar duurd voordat ze me er eigenlijk uitflikkeren. Nou, als het knap vlammen even volgen. Ja. Ja, dan moest je een mooi pakje doen of net? Ja, dat zwarte witte pak, wel verschillende soorten en maten. Ja, goed. Maar ik heb er wel heel veel plezier uit gehaald en ik heb er ook heel veel geleerd. Dus ja, ik ben er ook wel dankbaar voor. Ja. Dus ja. Maar het grappige is dat op een gegeven moment, je bent jong en mijn oudste broer, die toetsen is van één quest. Die begon op zijn 11e, ging achter een piano zitten en die speelde Child in Time, gonsje, uit zijn blote huisjes. Mijn ene oudste broer die pakt een gitaar op en die begint meteen akkoordjes te spelen. En ik ging een keer aan een drumstel zitten en ik kom meteen ritmes en riffs en dat soort dingen. Dat ging eigenlijk vanzelf al. Ja. Ik denk, nou, dit zal het wel wezen dan. Dus ja. En dat is, ik weet niet. Ik denk dat het in je bloed zit en dat ken je niet anders. Maar goed, de knippen pikken maar regen en dan ben je. En dan ben je 56, dan ben je 40 jaar verder. En begin je een muziekkroeg. Ja. Fantastisch, toch? Ja. Ja. Ik ga straks niet weinig goed praten, maar toen was ik muziek, mijn naam. We begonnen met, en ik dank die daar echt heel nederig voor, met Ozzy Osbourne. Ja, het lijkt voor de hond, maar ik vreeg die toch. Waarom Ozzy en waarom dit noemen? Center of Eternity. Omdat alles eigenlijk daarom draait. We staan in dit leven en we binden maar zo kort. Dat hebben we allemaal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen verlies. En op het moment dat dat nummer uitkwam, stond ik er helemaal niet zo stil. Maar
ja, dan ben je ouder en dan luister je die muziek van vroeger. En denk ik, ja, dat was eigenlijk al zo. Dus het net altijd al zo geweest. In alle eeuwigheid hebben mensen dit allemaal metmaakt in het leven. Ja, en het centrum van de eeuwigheid is het nu. Dus het is toen gemaakt, maar het is nu nog actueel. Daar gaat het nummer helemaal niet over, maar dat is het voor mij. Ja, precies. Ja, maar dat is muziek, hè? Het is wat je er zelf bij voelt. En daarom neem ik muziek zelfs met als je kunst. Want kun je erin lezen wat je lezen wollen. Daar ben je vrij in. En dat vind ik wel heel mooi. En als je held? Ja, als je is mijn... Is het de grote held? Ja, daar had vroeger alles om draait. Het was thuis niet altijd heel makkelijk. Moeke was altijd ziek. En, ja, hè? Ja, pa die runde een supermarkt. Had hij veel te druk met. En dan een zieke vrouw. En drie van die rebelse kinders. Ik vond antwoorden in Ozzy's teksten. En zijn muziek was gewoon, ja. Dat raak je en dat laat je niet meer los. Ja, voor andere mensen, maar dan weer andere muzikanten. En dat. Ja, maar dat is het mooiste keuze, toch? Ja, dat, ja. En was hem vaak live, jongen? Nee, niet heel vaak. We hadden het krijg in de voorbereiding al even over de eerste keer dat ik hem live zou zien. Dat was dan in Zwolle en hadden we onderweg daar naartoe. Hadden we al mooie biertjes op en een mooie lange joint. En heb ik drie nummers van het voorprogramma zien en de rest heb ik op een ganglight out. Daar heb ik zo lang speech van had, ja. Willem. Maar daarna heb ik hem heel lang eigenlijk niet. Ja, Graspop heb ik hem een paar keer zien. Toen was hij al op leeftijd, maar nog net zo gek als vroeger. Hij leeft nog, maar ja. het krijgt het nou wel echt. Ja, het krijgt het nou wel echt. Ja, ja. Het ongeluk had hem niet goed nemen in zijn gebroken nekwervels. Hij kan niet meer toeren. Dat wordt aan dat die Nice Lemmy komt te zitten daar op een wolk. Ja. Dat is een mooi illustre duo worden. Godverdomme, wat zitten daar een paar muzikanten bij elkaar ondertussen. Dat kan je voorstellen. we gingen toen in drummen, we gingen toen Ozzy, maar een belangrijke naam eigenlijk in die herinnering. Als het toen muziek haast. En het drummen is Gene Krupa. Ja. Wat voor man is dat? Vertel eens. Ja, Gene Krupa, dat was eigenlijk... volgens de overleveringen wat ik ervan hoort heb... was dat een beetje de mentor van Buddy Rich. Buddy Rich is natuurlijk een hele grote naam in big band gebeuren altijd geweest. Die heb ik trouwens nog een keer live zien op North Sea Jazz Festival. In de jaren 80. Toen was hij al oud. Was ik een baasje. Maar Gene Krupa... Die was daarvoor in de jaren 30. En ja, ik hoorde dat. En toen hoorde ik dat nummer Drumming Man. En toen had ik iets van... Dit is fucking... Ja, dit is gewoon de allereerste rockdrummer... die op die manier opgenomen is met zijn drumwerk. En ja, het is niet wat het nou is natuurlijk. Tegenwoordig ken die drummers, die kennen blastbeats en weet ik het allemaal. Maar Gene Krupa was voor mij de allereerste rockdrummer. Met Drumming Man. En het is gewoon big band muziekje, maar die drum... Solotjes die hij tussen de deur doet, ja, dat is gewoon pure rock. Drumming man, he's a drumming man. No one kicks a set of drums just like he can. All about biology, he knows not a thing. The way he swings out on those drums, you know he's really keen. Ja, wauw, old school. Maar toch klinkt dit heel erg helder, fris. En best wel van deze tijd eigenlijk. Gene Krupa en The Drumming Man. We hebben het noemen dankzij mijn gast van Joert, Henk Hazenberg. Together met zijn partner in crime, maak ik het wel haast zeggen. En ook wel meer eigenlijk. Hè? Ja. Intussen een muziekkroeg. Maar muziekkroeg is een rockkroeg eigenlijk. Wat is het eigenlijk? Ja, dat is ook weer zo'n mooi verhaal. Wat ik praat met mij. Want ik zei, maar ik wil net de bottle in die metal en die rock zitten. Dat het is wat breder, hè? Ja. Het mag echt een muziekkroeg worden. Het is een muziekcafé en de naam is gewoon ontleend aan... Ik ken Renke ook al vanaf mijn 16e. Toen we vroeger nog de Rockers North Coast Motorclub in Sneek hadden. En sindsdien ken ik Renke ook al. Maar die is in de horeca begonnen op een... In een klein pandje op een single in Sneek. En dat heette het Rockcafé. Dat is later, dankzij de Hells Angels, niet helemaal goed gegaan, zou ik maar zeggen. Dus dat is te zielen gegaan. En toen heeft hij de lichtboei overnomen. En dat is de Legend. Maar nou hebben wij het. En het wordt een muziekcafé. En dan denk je heel lang na over de naam. En op een gegeven moment kwam ik daarop uit. Vroeger kwamen we in het Rockcafé. En daar werd ook gewoon Billy Idol en... Reggae en alles en al wat eruit. Zo breed is het pakket.
ik wil er heel vaak op aanvallen van, ja, we hebben vorig weekend hebben een discoavond gehad met een DJ. Hartstikke leuk. Ja, hoe kan dat nou? Disco in een rockcafé? Ja, maar die rockcafé is alleen maar een naam die ontdekt. Ja, precies, dat kun je op een paar manieren niet lezen. Eigenlijk als een breed begrip. En dat wil je hem dus echt graag zo breed mogelijk. Dus inderdaad, letterlijk van disco tot misschien wel een singer-songwriter tot wat het. Het enige wat er niet in komt is Nederlandstalig en house. Ha, de bingrezen. Een oude rocker het grenzen. Ja, precies. Nou ja, ik snits ik wel. Ik weet niet hoe het nou nog speelt. De hip-hop had ik een hele tijd heel populair geweest. Zou je iets kennen, denk je? Ja, R&B en hip-hop heel graag. Maar daar krijg ik heel weinig aanbiedingen van. Ik denk dat dat een wereldje is waar ze even ingraven maast, hè? Ja. Het idee. Maar het is ook het wereldje, omdat ik zelf altijd in de blues, rock, hard rock en metal heb zitten. Daar kennen ze natuurlijk van. En daar krijg ik ook de meeste aanbiedingen uit. En natuurlijk heel veel coverbands en zo, wat ook altijd wel feest is natuurlijk. Ja. Maar uit die andere muziekstromingen, ik ken het wereldje niet van hun. En het is ook niet van mijn generatie natuurlijk. En ze kennen mij niet. Nee. En ze schrik, de naam Rockcafé schrik misschien af dat ze zich niet aankomen melden. Ja. Maar bij deze, doe het alsjeblieft wel. Ja, en je bent helemaal gek los. Dus we zijn nog maar 2 maanden bezig. Ja, nee, daarom. Ja. Dus het is hartstikke vast nog. wat een avontuur trouwens. Ja. Ja, weet je, dan komt die kaas komt op je pad. De bingo die op hun 56e zes, ik ben nog een peer hier. En ik ben aan het opbouwen. Maar je begint met mijn naaiavontuur. Ja, ik zie het ook niet als werk. Dat kan ik me voorstellen. Maar dat doet het op een gegeven moment toch wel een beetje, of nee? Ja, natuurlijk wordt het dat wel. Het is kijk, het theater en er staat een mooi decor en op beeld ligt het allemaal hartstikke mooi. En achter het coulissen is het leven weer anders. Ja, maar de patiënten verzinnen we, er zijn al die regels zinwurig, ja. Et cetera, et cetera. Ja, dan moet je erheen worstelen, maar dat je een droom hebt en je bent standvastig en je hebt er gewoon een besluit over genomen, dan sta je erachter en dan ga je dat gewoon doen. Hoe is dat, die regeldruk, als je bijvoorbeeld zo'n kroeg beginnen met sluitingstijden, alcoholische versnaperingen, weet ik veel? Ja, dat valt in principe eigenlijk best wel mee. Ja? Ja? Het is een crime om die vergunning te krijgen, wat ze allemaal van je willen weten voordat je een biertje mag tappen voor een ander, dan ben je echt wel een paar maanden bezig. Dus je moet echt alles van je weten, je bent helemaal screened. Je moet alles aanleveren, er blijft niks meer geheim. Ja, en dan duurt het een poos. En dat was zeker voor het Rockcafé was dat een billenknijpwedstrijd. Want tot op een paar dagen voordat we openen zouden, hadden we nog geen vergunning. En dat deed heel erg zeer, want ik had het openingsweekend had ik al geregeld. Ik had al 4 bands geboekt. Ik had alweer bands in de toekomst geboekt om verder te kennen. We hadden de huur al betaald, we hadden personeel aan om. En dan heb je nog steeds geen vergunning. En weet je nog niet dat je open mag. Tot 3 dagen voordat de opening ging, kwam het verlossende woord. Nou, dan spring je wel even een gat in de lucht. Ja, maar wel een heel hoop stress de valt ja. Dus. En aan de andere kant heb je ook zoiets van, nou, het moet mooi zo wezen. Ja, wat een timing. Het is gewoon wel leuk. Ja, wat een timing, ja. Ja, ja, ja. Vertel eens alleen, want dit is een kroeg, de boeks bands. En er bestaan een horecaman, die is achter de bar, weet ik wat, hoe is het precies invullen? Nou, ik sta zelf niet zoveel achter de bar, dat ik een biertje tap en krijg alleen maar skuum. Ja, dat moet ik allemaal nog leren. Ja, het leert snel, volgens mij. Ja, dat komt ook wel goed. Maar die studio, dat idee had op een gegeven moment vader lid. Nou, dat zei alleen door persoonlijke omstandigheden, omdat hij een toenmalige partner kwam te versterren. Ja, klopt. Dat idee wie deed mij ik letterlijk begroeven. Wat had hij nog mee spelen dan de laatste tijd? Hè? Van nou, wat wil ik? Wil ik die kroeg of ook toch nog een studio? Eigenlijk had ik. Of wie het in overweging? Eigenlijk had ik me erbij neerleid dat gewoon nooit meer zou gebeuren. En dan komt zulk iets op je pad. En weet je, het is een kroeg. Daar kan je niet de studio van maken. Het is een horecabedrijf. En er zit een klein podiumpje in. Daar heb je ook niet. Een regiekamer, daar heb ik niet zoveel ruimte om spullen op te ruimen of weg te zetten. Het is wat het is en daar moet je wat mee doen. Nou, dan maar een live muziekcafé. Dat is soms net zo leuk. Ben je ook met muziek bezig en met muzikanten bezig? Is dat het dus? Lekker met muziek bezig zijn? Ik denk dat het wel is, ja. Ja. Ik ben zelf ben ik dan 3,5 jaar geleden gestopt als drummer bij een quest. Waarom eigenlijk? Nou ja, sinds projectwerk. Ik kwam gewoon niet meer naartoe. Nee, net te combineren. En eerlijk gezegd, geloofde ik er ook niet zo heel erg meer in dat op die leeftijd en met die lastige muziek. Want Enquest maakt me best wel lastige muziek. Het is niet de meest toegankelijke muziek. Er gaat niet een hele feesttent op hossen en een polonaise op die muziek. Nou, het is echt wel luister muziek voor de liefhebber. Nou, ik had het wel een beetje hard, zeg maar. Ook omdat je weinig tijd hebt.
Dus hoe lang had je dat dien? Bij Enquest dan in ieder geval? Enquest heb ik samen met Tjeerd, de bassist, opgericht in 2010. 2010, ja. Ja. Daarvoor speelde Tjeerd en ik bij Henderson, een bluesrock bandje. En daarvoor een heleboel andere bandjes, back to dat ik 15 was. Ja, want toen is het alleen het korps. Ja. En vanuit het korps ben je dus eigenlijk de bandwereld in stad? Ja. Nou ja, eigenlijk had dat met het korps niet zoveel te maken. Ik was percussionist bij Advendo. Maar ik voelde gewoon aan alles. Ik ben een drummer. Ik had ook mijn eerste drumsteltje had ik voor de helft bij elkaar gespaard. En van de andere helft van mijn al wel uitkregen. Want die vonden het toch wel knap dat ik het allemaal van Guldens en Rijksdaalders bij elkaar had gespaard. Al zoveel. En toen kreeg ik mijn eerste drumsteltje. En die had ik ook op mijn kamertje boven in het Advendo gebouw staan. En dan zat ik gewoon drie dagen per week zat ik daar gewoon vol te oefenen alleen maar. Meisjes interesseerden me ook helemaal niks. Ik ging alleen maar voor die muziek. Later is dat wel veranderd. Ik denk nou wel eens van, ik had gewoon deur moeten oefenen. Dan was ik veel beter geweest. Zes leven, hè, soms. Dat is de spijt van vele muzikanten, denk ik. Ja. Maar niet alleen muzikanten. Maar speelt het dat hoe raar klinkt? Nou nog mij, zelf van, oké, dat drum hiet misschien meer uit. Hele keer, maar had ik net dien. Nou ja. Komt die konst dat er krokkenvee, dat wordt net. Ik net geen lid, dat mij mag gewoon vergeen. Dat zit zeker nog wel in mijn achterhoofd van had ik aanstop met die andere baan en ik ga alleen nog maar het Rockcafé en dat kleine kroegje waar Jantine dan zeg maar het horeca gebeuren eigenlijk allemaal rond. Dan denk ik wel dat ik wel weer in een bandje ga. Ja. Mijn drums gaat ook nooit meer fut. Nee. Maar ja, die heb ik wel van een ander gekregen. Dus liefde voor het leven is de muziek wat dat onbelangt. Ja, ja. Nou, dan komen we mooi. Daar denk ik bij een grote liefde qua bands. We zetten alleen nu daar met Ozzy. Iron Maiden. Ja, het ben die bands waar je met opgroeit binnen in je jeugd. Dat laat je niet meer los. Heb je in ieder geval vaak live zien of net? Iron Maiden, ja. Die hebben altijd overal gespeeld. Dus die kan je bijna niet missen. Ja, die heb ik heel vaak zien. Ja. Heel, ja. En het is altijd een groot feest. Die maken er altijd een show van miljoenen decors. Geweldig. Ja. Ja, we hebben ze op water gewoon. Grote show. Ja, klopt. Ja. Toen werkte ik bij MTV als beveiliger. En toen was ik met een verslaggevertje, dat was een stagiair. Die moest daar een interviewtje gaan houden met Bruce Dickinson. En vroeg ze of ik wil met u. Ja, natuurlijk wil ik wel met u. Iron Maiden in Burgum. Ik bedoel, dat zegt genoeg. Ja. Dat toch? Ja. Dus ik stond met mijn cameraatje, stond ik dat meisje te filmen die dat interview deed. Oh, dat is beveiliger cameraman ik nog. Ja, ik had gewoon een eigen cameraatje met. Ik denk, ik ben vastleggen. Dat maak je nooit meer met. Wat een verhaal. Ja. Wie een goede show trouwens. Ja, zeker weten. Ja, dat wie een van hun better optredens die ik persoonlijk zie. Maar... de eerste keer dat ik ze zag, maar dat is dan altijd, blijf je altijd bij. Dat was in Brabant, Monsters of Rock Festival met de Seventh Son of the Seventh Son Tour. Daar was ik zo van onder indruk. Geweldig. Had nog alles van die man? Stond er tussen vernielende platen of net? Ik heb op een gegeven moment jaren alleen alle LP's vergeven. En dan kom en daar had je speed van kregen. Ja, ik ga nou weer een platenspeurtje en ik heb iets van 12 LP's weer. Vroeger raak ik er ook niet zoveel hoor. Nee. Maar mijn broers hadden het allemaal wel. The Loneliness of the Long Distance Runner. Bijzonder noemer? Ik denk dat je alles kan uitleggen en vertalen naar je eigen. Maar dit is niet speciaal iets wat mirakels. Ik vind gewoon een mooi nummer. Of The Long Distance Runner. Fantastische titel van een fantastische band, wil ik wijzen. Iron Maiden. Ja. Henk Hazenberg, Jort, mijn gast. Je hebt het mij, Jantine de Jong. Een rockcafé. Het qua muziek wat breder, maar in snits. Sterker, de dwarm binnen al liepen, maar ze zijn gewoon het uitbouwen, om het zo maar eens uit te drukken. Een mooi avontuur, maar wij zoen je dat net waren. Had je dik in de 50 binnen en dat big wel verslijn mij en meenjes. Klinkt ook wel lekker, dik in de 50. Wat kan daar eigenlijk in die kroeg? Als de volle bak had.
haast? Wat de capaciteit eigenlijk? Nou, het podium is er dus aftrekken omdat er dan een band op staat. En dan maakt het publiek niet op. En dan kennen er in de rest van de tent kennen er nog 125 brandveilig in. Ja, correct. Ja. En dan heeft het ook klaar om voor werk en heeft het lekker druk. Ja, ja, precies. Maar doe me een beetje denken over wat scooters hier doet in Ljouwert. Ja, daar heb ik ook heel veel. Maak ik daar stiekem een beetje mijn vergelijken? Ja, dat heb ik in het begin ook gedaan. Ik denk dat weet je, die doen het al zo lang. En ze bestaan nog, dus die doen iets goed. Die werken ook met een budgetplafond, heb ik begrepen. Nou, dat doen wij ook, want dat je 8 bands in de maand hebben, dan kun je ze niet 1000 euro per band betalen. Want dan kun je ze meteen wel ophouden, dus dat werkt niet. En aan de andere kant, ze hebben ook leuke bands. Er zijn ook wel dingen, de instanties die hebben Thomas zei van Henk, er moest niet een scooters worden. Want dan krijg je ook onder in de artiestenwereld de naam. Van, nou ja, daar spelen bandjes voor weinig geld en dit en dat. Dus ik ben ook via Sietse Huisman dan met het Nationaal Podiumplan aan de gang gegaan. Ben wel geregistreerd als podium. Ja, Sietse, de drummer, hè? Ja. Ja, collega drummer, om het zo maar zo te drukken. Ja, ja, klopt. Ja, ik kon hem niet eigenlijk. Maar ze via het bolwerk ben ik met in contact kom. En ja, die bracht dat op, het Nationaal Podiumplan. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar die hebben stelt van een beroepsmuzikant met minimaal 295 euro kunnen verdienen met een gig. En die hebben zei van, nou, ben jou als podium geregistreerd bij het Nationaal Podiumplan, de artiest ook, betalen zij de helft ervan. Dus dan heeft voor 145 euro een beroepsmuzikant in de tent. En dan kiest mij een beperkte capaciteit. Dan kiest nog eens wat leuks doen. Want bij elke band zult ik net volrennen. Nee, dat klopt. En het is ook weer helemaal afhankelijk van wat er in de buurt allemaal gebeurt. Laatst hadden we een fantastische cult tribute band. En die stond voor Element te spelen omdat ze een jaren 80 feest in het bolwerk had. Ja, daar ken je niet altijd voor. Nee. Het me wel weer leert om voor u te kijken. En als ik aan het boeken ben met bands, kijk ik ook even naar wat bolwerk had staan. Nou ja, en Sagrut is snits natuurlijk ook net. En nee. Als hij in jou nog het voordeel dat hij een pro-studenten heeft. Ja, dat hebben we niet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je hem heel goed bezig bent om je vers publiek binnen te halen. Zo van wat bredere muziekliefhebbers die gewoon zeggen, nou, wat ongeacht wat er is, ik ga even naar het rockcafé. Of, ja, dat, of ben je daar net zo? Ja. Het is natuurlijk prachtig als je een vaste basis aan gasten hebt. Je mag in de horeca niet klanten zeggen. Heb ik ook geleerd. Ik vergis me nog steeds, maar goed, dat ben gasten. Geen klanten. Hou ik wel eens, maar je ook niet zeggen. Ik ben natneuzen bijvoorbeeld. Natneuzen? Oké. <Okay. laughs> Nou, zal Erik ook weer wat. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik word er ook iedere keer op corrigeerd, want we hebben een fantastische ploeg mensen hebben aan om allemaal de jonge lui. Ja, want hoe groot is een groep om zo'n, even van de leek, he, ik had er echt geen verstand van, maar wanneer kan zo'n kroeg runnen, hoeveel mensen is dan wel net nodig? Want het klinkt zo simpel, doe en Jantine, maar het is veel meer. Ja, het is niet alleen ik en Jantine. Nee, daarom. Want we krijgen ook al zijn René, die doet dan alle techniek en die loopt er al 32 jaar rond en die kent elk knopje in die tent en zonder hem zullen ook hopeloos verloren wezen. Maar ja, dan moet je ook mensen achter de bar hebben, dus ja. We hebben een fantastisch team bij elkaar. In het begin ook heel veel negatievelingen die zeiden van, oh, je krijgt geen mensen door die corona. Je ziet iedereen nu de horeca wat anders gaan doen. Die komen niet meer waarom. Maar wat ik zeg, een foto in de Ljouwerter Kranten van Jemsteen. Ja. En daar lees ik nog een meisje in al, de groep. Ja, met het openingsweekend hadden we wat extra hulp. Ja, nee, goed, maar rond het nog zien en al van meisje ja, is een beetje de standaardbezetting. We zijn nu nog met Jelmer, Isis, Sarah, Dagmar, Michael, nou, Jantine, ik en René. Ja, René en ik doen meer de muziek en de rest doet zeg maar de horeca. En het is gewoon een topploeg. Ja. Ik ben ook niet zo'n werkgever die zei van ik ben de baas of zo. Ik heb het hele leven had ik al zoiets van hom hebben een baas, is dat? Ja. Oké, wij zijn werkgever, wij bepalen, we zetten de lijn uit. Het is Jim Kroeg. Maar we staan niet boven ze. Nee. Zij hebben meer ervaring in een biertje tappen dan ik. Dus ja. Ja, wie ben ik om ze te vertellen hoe ze dat moeten doen? Nou ja, en hoe geef je mij gasten om? Hè? Ja, dat is het allerbelangrijkste. Volgens mij het hospitality, wist ik me om je aan slijn, denk ik, of net? Ja, nou ja, goed, ik blijf wel mezelf. Ja. ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik mezelf daar wel heel erg in moet remmen om mezelf te wezen tegen een gasten. Want soms doen ze dingen en dan denk ik van, spoor toch wel helemaal? Waarom ben je horeca. Gastheer, nog een keer gastheer. Ja. Want toen let mij ook even daar in snits. Is dat vrij of net? Nee, tot 4. Vier uur? Tot 4. Om 4 uur met de tent leeg wezen, 2 uur gaat de deur dicht, dan mag er niemand meer in.
Omdat er dan nog zit mag tot 4 uur zitten. En dat is Simmers examen, de toeristen er binnen? Dat is soms ook zo, ja. Zelfs in de Sneekweek. Ja. Want dat had Snits natuurlijk wel. Enorme omloop van toeristen natuurlijk. Dat zal in mei al wat beginnen, denk ik, met de eerste. Ja. Of is het nog steeds dat seizoen wel echt alleen in de zimmermaanden nog? Ja, dat is het speelt zich wel vooral af in de zomermaanden. Ja. Ja. Tuurlijk is het in het voorjaar ook al, voorjaarsvakantie, Duitsers, dat is het al. Ja. Die komen overal. Was maar wat Duitse slagers krijgen. Ja. Duitse slagers. Zijn er. Is dat nog een idee? Ja, dan trek ik mijn Tirol op die krijgen. Ja, nou, toen was geen Nederlandstalig, maar een slager is een kind nog. Krijg ik wel. Ja, dat is de Duitse versie van Nederlandstalig. Ja, dat maar wie weet, ze wel een fout themafeestje kunnen wezen. Zo is het om de tent vol te krijgen door, denk je, of net? Ik doe hem veel of lijkt hij toch wel een grensje, zeg maar. Er liggen wel grensjes, ja. Ja. Er zijn ook een boel mensen die zeggen van ja, vroeger in Sneekweek deden we altijd één house aan. Want ik zeg, dat is hartstikke mooi. Ja, maar dat smiet heel veel op. Sneekweek smiet sowieso wel veel op, dat heb ik niet meer nodig. Ja. Ik zeg, dat, wil je mijn housefeestje geven? Prima, dan neem ik vrij. Ja. Emmy Glutsman ook trouwens. Ja, ja. De pure liefhebber van muziek, ligt daar heel duidelijk in wijze, zit je bij mij op tafel. Ja, ontdekt daar mooie muziek draait, vond ik zelf. En de volgende is ja, ik zou een eikpunt eigenlijk in muziek smaak carrière, om het zo maar zo te drukken. Rush. Ja. Verneemd noemer, mij wil een hit nemen, Tom Sawyer. Ja. Daar kan ik mee jongen. Waarom dit noemer? Iedereen die die LP in de kast heeft staan... Die is vroeger ooit eens een keer naar zijn muziekzaakje gaan. Wij aan een balie zitten met een koptelefoontje op. Maak deze even horen. Dat is een nieuwe van Rush. En het eerste nummer is Tom Sawyer. En dat begint met die fantastische toetsen. Dat hele diepe. En dat pak je meteen. Ik denk dat iedereen die LP toen daar aan dat balietje met het koptelefoontje op het laten zetten. Naar het eerste toontje zei, pak maar in. Deze neem ik met. Noemen van de te gekke band, wat een muzikanten, Rush en Tom Sawyer. Ten de vallen is de plaat van mijn gast van Juwert, Henk Hazenberg. We hadden alleen geconstateerd, hij had een prachtig mooi muziekcafé, zo neem ik het maar even in Snitsiepen. En daar wil hij samen met zijn partner en de meesten die daar werken, in ieder geval een heel soort live muziek programmeren. Dat rint al, maar het moet wat meer uitbouwd worden. Een echte muziekliefhebber, drummer van de band Anquest. En ja. Weest, ja, ja. Nou, echt wel levensgenieter, denk ik, hè? Ze maakt die wanneer we? Ja. Echt motorliefhebber, hè? Ja. Wist je wat erin dan net? Ja, we hebben een klein groepje in Sneek. Er zitten nog wat oud-leden bij van de rockers van vroeger. Ja. Ja. Weet je, als het mooi weer is, dan is het een appje van... Nou, ik zou wel veel weten. Ja. Nou ja, de ene keer wel en de andere keer niet. Dat is lekker, lekker pruttelende Harley of net? Ja, een Road King Classic. Ja. Die heb ik nog niet zo lang. Daarvoor reed ik altijd Triumph. En daarvoor heb ik ook heel veel jaren niet reden. Vroeger had ik ook een Triumph. Een Zweedse shopper met een enorme lange voorvork en geen vering en zo. En zo. Ah, mooi toch? Als het een half uurtje reden, dan zat er voor de bank op de grond van de pin in de nieren. Ja, ja, even de concessie in Rotterdam, dat zoekt net wel op de motor. Nee. Dat, nou zeker niet meer. Nee. Daarom heb ik nou ook die Harley gekocht. Dus ja. Comfortabeler. En aan elektrisch misschien, hè? Ja, nou, dat hoeft voor mij dan niet zo. En ik denk dat ik het dan maar met ophou. Ja, is het dan gebeurd? Ja, dat is dan niks. Nee. Waarom riet je Harley? Mede de glut. Ja. Ja. De gaas niet op mijn Harley zitten. Ja, ik begin motorrieper. Ik hoop mijn rieper is nog wel eens de Harley, maar ja, dat loot is... Het is nooit te laat, hè? Maar als het zaan op die kist was vallen, dan best te laat. Ik ben op een leeftijd dat ik rondjes riede mij op zo'n ding. Hier hoe de Frieske wegen hier in de Zeedijk. Komt wel. Ja, ik maak het nog even helly. Maar een echte liefhebber dus. En nog steeds muziekliefhebber. Hoeveel had je nooit in kroeg? Je is bands programmeren. Ja. Is er wel een concert? Nou, eigenlijk niet. Het verschillende redenen. A, ik heb al heel veel zien. En B, het is niet meer te betalen tegenwoordig. Ik ga liever naar een festival. Waar ik dan, kost kaartje 300 plus euro, weet ik voor wat. Maar dan heeft het wel 120 bands of zo. Ja, wat voor festival is vies leuk? Nou, ik vind Graspop vooral heel erg geweldig.
In de afgelopen jaren hebben we daar gewoon alle groten van de aarde, ook van vroeger, die staan daar allemaal nog. Ja. Neem ze per naam? Maar... Judas Priest, Alice Cooper, noem maar op, Black Sabbath hebben we er zelfs live zien. Weet je, dat zie je nergens meer. Wakken Open Air is misschien ook nog wel een festival voor die, denk ik net. Ja, Wakken, ja dat is net zoiets als Graspop. Graspop is volgens mij later ontstaan dan Wakken. En dan is de Rock am Ring heeft ook nog ergens in Duitsland. Dat soort dingen ben ik ook nog nooit geweest. Maar eigenlijk ben dat gewoon kopieën van elkaar. Die bands die trekken gewoon van dat naar dat naar dat naar dat. Ja, stel maar kijk waar het tour is. Dat Wim en Waltrak ik zag. Ja. Ze tien dieren die op Graspop door die Waltrak. Nou ja. Precies. Ja, ze werd dat dan een beetje gepland door die managers. En gelukkig leven er nog een paar van die old school gasten. Ja, dat is wel wat dun, hè? Het wordt wel minder, ja. Ja als, wel... als je keer weg wordt naar 40, Lemmy leeft net meer. Nee. Dio is er net meer. Nee. Nee, het ruimt aardig op. Ja, dat is ook het leven, hè? Ja. Jij niet het eeuwige leven. Maar voor mij best wel redelijk optimistisch van aard verder. Ja. Ja, je moet er wel. Ik heb mijn dieptepunten en mijn hel moment in het leven gehad. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En dan ben ik... Spookt hij dat nog wel eens terug de hollen? Nog toch een nieuwe oorslag in je leven? Ja, tuurlijk. Naam haast? Tuurlijk. Het vormt je. Het zijn dingen die... die gaan nooit meer weg. Dat is voor altijd. Maar dan moet je overheen zetten. En dan moet je dat moet je een plekje geven. Dat is heel moeilijk geweest. Maar het is me wel lukt. Er was je eigen kroeg? Ja. Ja. We gaan alleen nog maar leuke dingen doen. Ja. Zullen we het zo al opraten? Ja. Dobben. Dat dobben. We zijn nog in plaat. Nou ja, dan is hier heel perfect, vind ik. Don't worry, be happy. Het is wat het is dus. Ja. Dit is het. Zo is het. Wat moet je er meer van maken? Dankjewel. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.